De aangevoerde lucht is kouder geworden en ook een stuk vochtiger. En dat is goed te zien, dicht bij de grond, want dan zie je natuurlijk dauw. Maar ook mist en nevel komt er voor de komende dagen. Dat ochtendgrijs, dat ontstaat natuurlijk nadat het zonnetje is ondergegaan. Overdag nog zo'n 10 graden en dan komen we richting het vriespunt uit. Wordt het kouder dicht bij de grond en dan condenseert de lucht en dan krijg je kleine waterdruppeltjes in de lucht. In eerste instantie slaat het dan neer op de grond als dauw, maar als er een beetje beweging is, krijg je grondmist en als er wat meer beweging is, dan dichte mist. Nou, daarvoor moeten we natuurlijk goed uitkijken, want als je er met een auto doorheen rijdt, dan kan het echt belemmerend zijn. Soms trekt de mist in de ochtend al wat op en dan rij je eigenlijk onder die mistlaag door, laaghangende wolkenvelden die uiteindelijk ook weer kunnen verdwijnen als het zonnetje er allemaal uitbrandt. Want die zon, die warmt eigenlijk de grond op en vanaf daar lost de mist ook op. Nou, meer details daarover op onze website weer.nl.